Laat ik hem stikken. Hoeveel heb je er nu? Ongeveer 50. Ja, dit is mooie werk. Mijn ouders vinden dat ook niet altijd leuk, hoor, als ik altijd die klaas klink. Ja. Per ongeluk is het een levensproject geworden, want ik heb er wel 12 jaar in totaal over gedaan. Alles is hier groen. Ja. Ja. Hoe lang woon jij hier al? 3 jaar. En het was vrij snel duidelijk dat alles in het groen moest. Ja. Kom je aan die kopjes trouwens? Die heb ik gekocht bij Klaas. Jacob, heb je een vriendin? Nee. Dat komt natuurlijk nooit goed zo, hè? Dat weet ik niet. Ik denk dat het sowieso richting een meid die van een boerderij afkomt. Ja, dat denk ik ook. Hoeveel verdieping heb je ook nog? Ja, en ook allemaal Klaas. Ach nou, wat verbazingwekkend nou, Jacob. Dat had ik niet gedacht. Muts, vogels, pennen. Oh, jemig! Hier slaap jij? Ja. Even kijken hoe groen het hier is. Dat valt nog mee, hè? Ja. Hè, dat kan ook. Ja, dat anders wordt het wel heel... mijn ouders vinden dat ook niet altijd leuk, hoor, als ik altijd die klaaskleding loop. Ja, dat snap ik. Ik heb nu ook al klaaskleding aan. Daar heb ik pas aangeschaft. Staat je goed. Hij was een heel klein jochie van 11, 12 jaar oud. Stond er vroeger in het weekblad De Boerderij, misschien wel bekend. Stond een reportage over trekkers van toen. En er was eenmaal in de 2 weken stond daar een plaatje in van een oldtimer tractor met technische gegevens. Ik had een plakboek gemaakt en daar plakte ik alles bij elkaar. Hoeveel heb je er nu? Ongeveer 50. Wat is er zo mooi aan? Op een gegeven moment dan ga je ook kijken van wat is er in de jaren gemaakt. Welke types zijn er gemaakt. Dan probeer je een bepaalde serie compleet te krijgen. Wat is je oudste? 1930. En de nieuwste? Deze. 1990. Wat is jouw lievelingstrekker? Eigenlijk die. Deze? Ja, die is het oudste. Oh kijk, die moet je nog met de slinger. Dat moet met bloeddruk. Wat leuk! Ja. Maar loopt die nog? Hij kan wel lopen. Maar dan moet hem heel hard slingen. Ja, en dat is een heel ritueel, want dan moet eerst nog een gloeispiraal in. Oh, die echt? Die moet je aansteken met een aansteker. Maar hoe oud is deze? Deze is van 1941. Nou, daar gaan we. Ja. Rijden. Het is hier ook zo mooi. Ja, dit is mooie werk. Ik heb al die 40 jaar dat werk gedaan, dus zeg ik. Ik heb hier wat tijd zat, dus ik heb er meer dan 1,5 jaar met de werk. Toen ik hier moest zelf maken, daar heb ik vroeger op gedraaid en die heb ik in miniatuur gemaakt. Hier heb ik ook nog een telubak aan de markt, daar heb ik een andere bak aan de markt. Kijk, dan heb ik hier die kranies, dan koop ik die trekker en dan bouw ik er alles aan. Dat kranie erboven, want die heeft geen mens. Is de verzameling compleet? Nee, die wordt niet nooit compleet. Maar dat is ook de verzameling eigenlijk te duur voor, want die weet niet wat jij kopen moet en wij kopen moet. Ik ben behoorlijk ontroerd, moet ik zeggen. En ook zo ontzettend blij dat dit schijnbaar onmogelijke verhaal echt waar is geworden. Het is echt heel erg fantastisch. Zonder mijn wortels in de Twentse grond had ik deze reis niet kunnen volbrengen. Manon Ossevoort deed er bijna 10 jaar over om op een trekker de Zuidpool te bereiken. Trok 9 jaar geleden vanaf het festival Oerol op de Schelling. Say goodbye to everyone. Getting quite emotional. I'm going. Yeehoe. Per ongeluk is het een levensproject geworden, want ik heb er wel 12 jaar in totaal over gedaan. Omdat het gewoon heel erg moeilijk is. Er komt heel veel bij kijken als je op een tractor naar de Zuidpool wil. Nou, ik ben echt zo verbaasd, maar ik ben zo blij.
Zo fijn om een heel mooi einde aan een verhaal te brouwen. En ook gewoon weer lekker thuis te komen.